zo pleeggezin. Alles goed? Ja, goed. Behalve dat het. En toen heb ik het proceduur gedaan. En toen las ik dat ze een gastouder tekort kwamen. En toen heb ik het voor jou weer opgegeven. Wie is ze? Ina Loda. Ina Loda, gaat ik je bewasjes? Ja, wel, ja, z nią, bo ja z mam rodzinę z Patrycją. O, razem jesteście, tak? Tak. Jakie macie lody, dobre? Jij organiseert het, maar heb je zelf ook kindjes op vakantie? Ja. Ja? Hoeveel? Drie. Drie. En bevalt het wel? Heel goed. Maar jij kent een paar woordjes Pools en dat scheelt zeker? Ja, dat scheelt heel veel. Ja. Andere families hebben dat luxe natuurlijk niet. Nee, dan is het echt allemaal naar voeten. Ja. Kasia en Natalia, tak? Tak. Kan ik Nederlands wat vragen? Ja. Kun je wat vertellen over jezelf? Eerste keer, dat was 20 jaar geleden. 20 jaar geleden. 20 jaar. En de eerste keer was, toen was jij hoe oud? 9 jaar. 9 jaar oud. Dus Kasia is voor de 20ste keer in Nederland op vakantie. Alleen deze keer niet meer als kind, maar als begeleidster. Ja. Bij wie ben jij eigenlijk op vakantie? Ik ben bij Anki Dox. Bij Anki Dox zelf. Pani jest pierwszy raz w Holandii, tak? Tak. I to się rzuca w oczy na pierwszy rzut oka. Czystość i porządek. Oj, chuchaj. Ik heet Eva. Ik heet Sara. Sara. Jullie hebben ook Poolse kindjes op vakantie? Ja. Hoeveel? Twee. Twee meisjes of jongens? Meisjes. En weten jullie hoe zij heten? Patricia en Kinga. Patricia en Kinga. En is het leuk om die kindjes op vakantie te hebben? Ja. Kunnen jullie ze begrijpen? Meestal wel. En hoe praten jullie dan met elkaar? Een beetje Nederlands en Pools door elkaar. Ja, een beetje door elkaar. En kennen die andere kinderen wel wat woordjes in Nederlands al? Ja. Ja, toch wel, al geleerd. Zijn ze bij jullie voor de eerste keer? Of? Tweede keer. Tweede keer al? Ja. Voor de eerste, ja. Oké. Okay. Dus is het leuk om ze terug te hebben? Ja. Of... Ja? Oké, okay. Zijn jullie al vriendinnetjes? Ja. Leuk. Nou, bedankt. But did you ever see the light?